In een nieuwe aflevering van De Blik van praten we met Erik Dannenberg, voorzitter van Difosa, over de consequenties van de regelgekte in ons land. Nou, er gaat zoveel op mis dat je ziet dat de overheid inmiddels 60% van de totale schuldeiserswereld voor zijn rekening neemt. Dus een overheid die enerzijds mensen helpt met al die regelingen, want het geeft wel een basis in de sociale zekerheid, maar het zo ingewikkeld heeft gemaakt dat vervolgens een groot deel van de bevolking financieel helemaal het moeras inzakt. Dat is toch niet wat je moet willen. Is het niet een idee om gewoon helemaal opnieuw te beginnen? Ja, daar pleit ik ook voor. Het is zo'n complexe draak geworden aan allerlei regelingen en constructen dat er zijn maar heel weinig mensen die het overzicht daar nog over hebben. En ik zou er voorstander van zijn, zelfs echt voor pleiten, dat we het oude systeem langzamerhand uitfaseren en echt iets nieuws bouwen in Nederland, wat de burger gewoon snapt en de hele overheid ook weer als één overheid zich presenteert aan die inwoner. Meer oplossingen horen van Erik Dannenberg? Kijk dan het hele gesprek op sterkdoorwerk.nl.